Hallo en welkom weer bij een nieuwe videoles van Forberta. Ik ben Jan Willem en deze keer gaan we kijken naar het aardmagnetisch veld en naar kompassen. Want ja, in den beginnen was natuurlijk het idee van iemand die liep rond en die persoon die had in zijn hand een kompas en ik teken hem even wat groot. En die zei toen: "Goh, het kompas dat ik heb." Daar zit een Noordpool aan en daar zit een Zuidpool aan. En die Noordpool die wijst altijd die kant op. Logisch. Dus als die persoon ergens uh, op of in een uh, landje liep... Uh, hup, hier hebben we een landje. Tralala, hier hebben we wat zee erbij, dus dan doen we nog wat zee erbij. Dan werd automatisch gezegd, oh, het kompas wijst altijd hier naartoe. Dan is dit het noorden van het land en het kompas wijst met de zuidpool altijd hier naartoe. Noemen we dit het zuiden van het land en dan heb je natuurlijk vanzelfsprekend oost en west er ook bij zitten. Maar ja, toen kwam het verhaal dat de aarde niet um, plat was, maar de aarde was rond. En toen kwam men er ook achter van, oké, okay, als ik dus een kompas neerleg... En dat kompas dat heeft daar een noord- en een zuidkant. En de noordkant die wijst altijd naar het noorden, en de zuidkant wijst altijd naar het zuiden. Ja, vorige video: gelijke polen stoten af. Dus dit kompas dat moet worden aangetrokken. En daar zit een, een heel moeilijk deel in: die moet worden aangetrokken. Door iets dat een zuidpool is. En dan zet ik er even op. Een magnetische zuidpool. In het noorden. En tegelijkertijd. Die zuidpool die wordt natuurlijk door een noordpool aangetrokken. En dat is natuurlijk ook weer een magnetische noordpool. Maar ja, in de praktijk bleek natuurlijk dat dit wel de echte. Noordpool was. Hop. En dan is dit natuurlijk Antarctica. Ik schrijf het er maar gewoon even bij. Antarctica. Nu heb ik volgens mij een letter te veel. Dus die halen we er even uit. Um, maar dan hebben we dus de magnetische Zuidpool. Die op de Noordpool, oftewel nou, in de buurt van. Groenland ligt. Groenland is dat leuke stuk dat ergens boven IJsland, ergens boven Amerika, ik weet niet waar. Maar daar zit een magnetische zuidpool. De magnetische noordpool, waar elk kompas met zijn zuidpool naartoe zal wijzen, ja, die zit in het zuiden. Het is even wet en het is even vreemd, maar dit is de basis. En als je nu moet gaan verklaren van, goh, ik heb nu uh, mijn kompas en ik neem mijn kompas mee en ik ga met mijn kompas op de noordpool staan. Ik zeg maar even wat, ja, welke kant moet hij dan opwijzen? Dan zal hij met zijn noordpool schuin naar beneden moeten wijzen en op dat moment werkt je kompas niet meer. Goed, dit was deel 2 van de samenvatting van magnetisme. Ik ben Jan-Willem van voorberter.nl. Ik hoop ook weer dat je iets aan deze basisuitleg gehad hebt. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer. Klikje die klik.